En dan de nummer 5, Roda JC op bezoek bij Heerenveen. De Friese vinden we na 6 wedstrijden terug op de 8e plaats. Gaat redelijk onder Ron Jans. Alleen Bas Dost moet nog even wennen in Friesland. De spits maakte tot dusver pas 2 goals in het shirt van Heerenveen. Roda staat, zoals gezegd, op een fraaie 5e plaats. En de Limburgers presteren boven verwachting goed. Roda speelde onder meer gelijk tegen PSV en Twente. En won in Alkmaar van AZ. Nog even terug naar Heerenveen. Het is een stoelendans in het doel. Liefst 6 keepers in de afgelopen 2 jaar. In 2009 hadden we allereerst Brian van der Bussen. Vervolgens hadden we Martin Laisal. Daarna kort Diederik Bangma. Good old Henk Timmer. Dit seizoen werd begonnen met Kenny Steppen onder de lat. En nu wordt het doel verdedigd door Kevin Stoer-Ellegaard. De opstellingen van vanavond. Arnold Kruiswijk maakt centraal achterin zijn competitiedebuut voor Heerenveen. En dat uitgerekend tegen zijn oude club. Ron Jans mist zijn 2 buitenspelers. Assaidi is geblesseerd. En Berend zit met een lichte blessure op de bank. De vervangers zijn Victor Elm en Luciano Narsing. En die laatste staat dit seizoen voor het eerst in de basis. Roda JC speelt met dezelfde 11 als tegen PSV en Feyenoord. Voorin dus Hadouir en Mats Jonker. Morten Skobu is weer fit, maar zit op de bank. Never change a winning team, aldus trainer Van Veldhoven. Heerenveen speelt vanavond met rouwbanden. Afgelopen donderdag overleed Henk Heysing. Hij was ruim 20 jaar in dienst bij de Friezen, onder meer als assistent en hersteltrainer. Het commentaar vanuit het Abel Lenstra Stadion is van Frank Snoeks. Jonker neemt de bal aan, maar doet dat voor Kruiswijk. Ja, dat was vorig jaar nog zijn medespeler, maar nu niet meer. En Narsing is weggestuurd. Overtreding van Kaal Dost, die dient met een kaart bestraft. Maar nu de voordeelregel, die wordt toegepast. Het voordeel, dat wordt niet gehaald door Heerenveen. En dan gaan we nu kijken naar Bas Dost, die daar nog ligt. En de gele kaart. Blom is het niet vergeten voor K. Voor een even vervelende, nare als onbeholpen overtreding. Van achteren. Been vooruit. En daar kapseist Bas Dost. Breuer. Meegegeven door Elm aan Grindheim. Goede loopactie van de Noor. En een opgelegde kans voor Bas Dost. Het gaat daar allemaal iets te snel voor de verdedigers van Roda JC. En dan komt daar een kans voor Bas Dost die niet te mis is. Van Elm naar Grindheim. De goede loopactie. Grindheim laat Vormer staan en K heeft dan geen idee meer waar Dost is. Dat wist hij een paar minuten geleden wel. Dat leverde hem toen geel op die kennis. En nu is hij op achterstand gezet. En Dost kan scoren. Vormer in de weg gelopen door Hadouir. Die hier dus de verdedigers van Heerenveen overbodig maakt. De foul. Stuur Ellegaard, laat hem vallen. En die bal gaat er wel een keer in dan. Het is dat Breuer het voorkomt. Er zit natuurlijk effect aan die bal, maar dat is geen excuus voor de keeper. Die moet hij gewoon hebben. Ja, keepers en Heerenveen, dat is een ingewikkelde combinatie sinds Hans Vonk hier niet meer is. Maar Stuur Ellegaard komt ermee weg omdat Breuer hem te hulp schiet. Bodar. Hemte. Weet het ook niet meer. Het gaat dan bovenop Narsing liggen. Het ziet er eigenlijk een beetje komisch uit. Daarom slechts een vrije trap. Feirine. En dan de kopstoot. Mooi naar de bal geslagen met het hoofd door Bas Dost. Breuer. Feirine. Ja, goede bal. En Dost met 2-0 op de schoen en nu in de touwen. Dat is dan zijn 5e doelpunt al dit seizoen. De treffer in het bekerduel midweeks tegen Emmen meegeteld. 4 in de competitie voor Bas Dost en 1 in het KNVB bekertoernooi. Goed gelopen door Bas Dost. En Titon, toch een keeper van kaliber, heeft geen enkel antwoord als Dost daar voor de 2e keer vogelvrij voor hem opduikt. Heerenveen sluit de rijen.
wil de nul waarborgen in de eerste helft. Wil dus geen strohalm aanbieden in de slotfase van de eerste helft nog aan Roda. Zutjuin. Jansen is er langs voor de goal Jonker. Daar is Jonker uit de draai. Goed geschoten. Over de hele. Van Kruiswijk naar Janmaat. Hempte. Kan maar half onderschept. Narsing dus. Eén beweging, twee bewegingen. Hij is er langs. En Titon maar half. En dan op de lijn. En nog een keer Titon. Naar de kopstoot. Kwam toch wel heel dichtbij van Janmaat. En dan mag je verdediger zijn. Van zo dichtbij. Verwacht je te scoren. Elm biedt zich aan. Aan Janmaat. Weer Elm. Feirine. Bal boven zijn hoofd weggeslagen door Titon. En dan geen werk voor Titon naar de inzet van Grindheim. De 3-0 hangt in de lucht. De 2-1 nog helemaal niet. Kruiswijk. K. Zo in de voeten van Feirine. Elm. Maakt het Feirine makkelijk, maar Titon berooft Elm van zijn illusies. De illusie hier te scoren. Bilaert. De Loge. Geeft mee aan Zutjuin. Zutjuin, ruimte om te schieten. En te scoren zelfs. En nu gaat Heerenveen het voelen dat het heeft nagelaten in de eerste 10 minuten van de tweede helft. De wedstrijd helemaal naar zich toe te trekken met een derde goal. Want nu is het weer spannend. De opleving van Roda JC. Gestalte gegeven door deze aanval van de Loge. En Zutjuin. En vooral door de schuiver die doel treft van de invaller Zutjuin. Skobel. Waar is de bal? Skobel heeft hem gevonden. En bedient de Loge. Skobel, van waarde dit seizoen voor Roda geweest, al vooral als aangever. Stuur Ellegaard met de vingertoppen, waardoor Bodor niet kan scoren. Hempte, daar is Skobel. Die bal is nog steeds in het strafgebied, nu niet meer. Janmaat. K de lucht in. Dost op de paal. Achter Titon langs. Maar geen treffer. Willem Jansen. Langs Roorda. Goed teruggelegd op Skobel. En daar is de 2-2 van Jonker. Uiteindelijk. In 5-6 minuten. Zet Roda JC de wereld hier op zijn kop. Wanhoop en onbegrip op het gezicht van Ron Jans. Heerenveen was zeker in de beginfase van de tweede helft oppermachtig. Maar scoort de derde niet. Ook niet in deze aanval die vooraf ging aan de gelijkmaker van Roda. Die komt na deze voorzet van Jans. Het schot van Skobel gestuit en dan Jonker met de vrije kans. 2-2. Roda heeft maar 5 minuten nodig had van overwicht om net zoveel treffers te maken als Heerenveen in de eerste 70 minuten. El Achoui. Goed gegeven op Berends. Overtreding van de Loge en als die geel gaat krijgen wordt het rood. Hier moet hij aan de noodrem trekken. Ja, hij moet natuurlijk niks, maar hij doet het. En dan wordt het rood. Slechte trap van Titon in de voeten van Feirine. Dost, bal moet terug naar Feirine. En Feirine moet er gaan scoren, maar dat lukt hem niet. Breuer, nog één stormloop. Dat laat hij over aan Jonge Pin. En die verschuift de verantwoordelijkheid weer naar Berends. En dan is de tijd op. En moet Heerenveen dat op 10 minuten na de baas was vanavond hier genoegen nemen met een gelijkspel. En zie de verslagenheid. Dat gelijke spel voelt als een nederlaag voor Heerenveen.
We waren een uur lang goed, we waren een uur lang beter. Je staat op 2-0, je hebt alles onder controle en het wordt 2-2. Dus ja, 2-2 verloren is wel een goede quote bij deze wedstrijd. Tot de 60e minuut had ik gedacht hier met een matchwinner te kunnen staan. Ja, ik ook. Ik ook, dus dat was leuker geweest, denk ik. Maar het mocht niet zo zijn. Eerste helft, toch even daarover hebben. 1-0, 2-0, dan moet je je de koning te rijk voelen. Ja, er is de laatste tijd veel kritiek geweest op het voetbal wat wij laten zien. Maar ik denk dat, dat we de eerste helft gewoon fantastisch voetbal hebben laten zien. En veel kansen hebben gecreëerd en met 2-0 voorstaan. En eigenlijk de rust ingaan met het idee van de wedstrijd is gespeeld. Als je ziet nu met 2-0 achter wat je de tweede helft ook weer doet. Ja, dan ben je toch wel heel blij en trots wat Roda aan het doen is. Ze hadden maar 10 minuten nodig, Ron. Ja, dus 80 minuten Heerenveen, 10 minuten Roda 2-2. Dat is een beetje het beeld van deze wedstrijd. Maar ja, we hebben het al geformuleerd. 2-2 verloren.